Het oude dok van Jan Luit, dat ligt hier achter me. En ik heb te horen gekregen dat het gesloopt moest worden. Mijn schip is daar in begin jaren 90 is hij daar gebouwd. En in 97 is hij daar verlengd. En dat hij gesloopt moest worden, omdat hij eigenlijk verroest is, heb ik gevraagd of ik het laatste schip mocht zijn die daar in het dok mocht leggen. En dat is gebeurd. Ik heb dit schip bij Jan Luit laten bouwen. Ik ben eigenlijk een beetje bibberend naar hem toegestapt. Ja, ik wil eigenlijk een ander schip. Wil je een prijs maken? En dat heb hij gedaan. Dat vroeg ik vrijdagmiddag. En maandagochtend belde hij op en zei, kom maar langs. Ik heb al wat. Op een A4'tje had hij een berekening gemaakt. Toen heb ik gezegd van nou, als ik het betalen kan, doe ik het. Dus ik moet even naar de bank. En als ik het niet betalen kan, ik ga niet afdingen. Ik ga ook niet naar een ander. Dan vaar ik gewoon nog een jaar met mijn oude schip. En ik kon het voor elkaar krijgen. En we hebben er ongeveer een jaar over gedaan. Of nou, niet helemaal. Maar het heeft wel een hele tijd geduurd voordat hij af was. Ik werkte ook 's avonds wel na het werk, als de jongens naar huis gingen, zijn personeel, ging ik door met opruimen en naden slijpen. Er is nooit bezuinigd op materiaal of op tijd. En daar heb ik dagelijks plezier van. En zeker als ik in zee loop op het wat en ik kijk naar mijn schip, dan denk ik, tjonge jongen, wat ontzettend mooie boot heb ik. Na de bouw, of nou, dat het klaar was, toen was er toch wel behoorlijk wat bijgekomen. En ik was wel bang. Ik denk, ja, dat wordt wel bijbetalen. En toen heb Jan Luit gezegd van, je hebt een jaar lang meegeholpen. De extra kosten, die neem ik voor mijn rekening. Eigenlijk in de hand genomen door Jan Luit om het schip te laten maken. Hij heeft me helemaal geholpen om het goed te maken. En zelfs bij de tewaterlating, dat vond ik nog steeds geweldig, waren er twee kranen op de kant en toen moest het schip laten zakken. En toen moest er dus champagne gehaald worden. En toen vroeg er iemand, Jan, wat doen we nou? Moet ik champagne halen of wijn? En toen zegt Jan Luit, nou, champagne vanzelf. Als kun je er ook wel een emmer pis tegenaan gooien. Test. Ik ga wat zeggen. Gepast dat kan eigenlijk niet, hè? Met deze ploeg, jong en oud, in het klein, op de haven, met de Wieringervloot dicht om ons heen, in de stralende zon. Geen hoog pieven en ook geen pers, zei hij. Gewoon wij met elkaar. Met een schip dat door Luit gebouwd is. En zo staan we hier voor het afscheid van het oude dok, waarvan de bouw door ons eigen personeel rond 1971 is gestart. Al die jaren zijn er wel zo'n 7000 schepen in en uit het dok gevaren of soms geduwd. Tientallen schepen zijn hier verlengd of verbouwd. En toen hebben ze hem vrijdagmiddag door de midden geslepen. 'S Avonds hebben ze hem 3,5 meter uit elkaar gerukt met een shovel. En de andere vrijdag, toen voer ik weer. Daar hadden ze dus in een week tijd, van maandag tot vrijdag, hadden ze er gewoon 3 meter tussen gezet. Werkelijk ongelooflijk. Niemand kan zien dat deze boot verlengd is. En uiteindelijk is dat het personeel die dat doet. Vakmannen die dit doen. 50 jaar lang draaiende hebben gehouden om schepen zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Ja, Piet is eigenlijk de hoofdman van het dok, tenminste voor mij. En ik noem het een tovenaar met ijzer. Die kent gewoon alles. Die maakt alles wat er gemaakt moet worden, kan hij maken. Dus ik hoop dat hij nog 30 jaar doorgaat. Waarschijnlijk niet, maar ik hoop het wel. Het heeft ons bedrijf heel veel goed gebracht. Want zonder dok zijn wij geen scheepswerf.
Het zal oprecht raar zijn zonder Doc. Zonder het slalom over de dekschuit of over de spitsen. Zonder die grote hendels die de lieren bedienen. Zonder de geverfde instructies op de roestige delen. Zonder de hoge torens. En zonder die onderwereld. Met grotachtige allure en de onuitwisbare telefoonnummers van de vele schepen op de wanden geschreven. Ik vind het eigenlijk ontzettend jammer dat dat oude dok weggaat. En waarschijnlijk niet ik alleen, heel Den Oever. En daarom hebben we een lied gemaakt over het oude dok. Daar ben je oude reus, helaas is je einde gekomen. Ik zal nu voor de laatste keer je poorten binnenstomen. Daar ben je oude reus, je mag het heus wel weten. Dat ieder die jou heeft bezocht, je nimmer zal vergeten. Je vaste klanten kwamen trouw en soms werd een nieuw schip geboren. Dan denk je, is een dok een vrouw, dat wil ik wel eens horen. Maar jij raakt nu toch uit de tijd, je bent zo niet meer te verkopen. Er zit voor luid niets anders op dan jou te laten slopen. Dat ben je oude reus, helaas is je einde gekomen. Ik zal nu voor de laatste keer je poorten binnenstomen. Dat ben je oude reus, je mag het heus wel weten. Dat ieder die jou heeft bezocht, je nimmer zal vergeten. Je was wel een fortuinde dok, want zelfs in verdrietige tijden bleef jij standvastig overeind. Een hertien bleef jou leiden. De vissershaven was je thuis, maar schepen die blijven er komen. Vandaar verrijst een gloednieuw dok, zo groot als in jouw dromen. Daar ben je oude reus, helaas is je einde gekomen. Ik zal nu voor de laatste keer je poorten binnenstomen. Daar ben je oude reus, je mag het heus wel weten. Jou heeft bezocht, je nimmer zal vergeten. Thank you.
Nou ja, het oude dok heeft zijn dienst wel bewezen. Er zijn veel honderden schepen ingegaan. Het wordt nu gesloopt, maar er ligt gelukkig weer een nieuw dok. Heel modern, daar ben ik nog niet in geweest. En de Roever heeft dat eigenlijk ook nodig, hè, zo'n dok. Want we hebben hier 40 of 50 schepen. En er moet gewoon een scheepsdok wezen, een scheepshelling. En gelukkig is er weer een nieuwe. En laten we daar maar heel zuinig op zijn.